Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik de allereerste 3 treden van deze trap op ben gelopen. En de like challenge begint nu! 1, 2, hey, I made it! En oh jongens, er is in deze map een mega kruis gelokaliseerd waarvan ik denk dat er nog wel eens een schat onder zou kunnen liggen. Like deze video als jij wilt dat ik kijk wat er onder ligt en spam in de comments wat jij hoopt dat er onder ligt. Als jij alles zou mogen kiezen wat hieronder kan liggen. Wat is jouw keuze dan? Ik ben heel erg benieuwd. Guys, oh, wij hebben zo'n speciale opdracht. Ik ga niet eens te veel eromheen praten. Wij lopen naar boven via deze regenboogtrap. Want deze regenboogtrap die leidt ons namelijk naar een van de vele kleurrijke basissen van Rainbow Steve. Sommige mensen denken dat hij niet bestaat. Andere mensen denken dat hij wel bestaat. Maar ik heb deze map toegestuurd gekregen. En ik kan niet wachten. Als het goed is, krijgen wij namelijk de uitdaging om de favoriete pickaxe van Rainbow Steve na te maken. En jongens, dat is een pickaxe waarvan het gerucht gaat dat je er zelfs Bedrock mee zou kunnen breken. En voor de Minecraft-spelers onder ons, Bedrock is inderdaad de steen die altijd als onbreekbaar wordt gezien. Oh jongens, dit is zo mooi. Gewoon nu al. Ik heb nog niks gezien, maar het ziet er nu al zo awesome uit. En dit is denk ik de crafting recipe voor die rainbow pickaxe waar ik het dus over had. En wat ze... Guys, wat is dit? Een iron pad, een goudpad en een diamond pad. Welk van deze 3 paden zou jij als eerste kapot hakken? En wat zou je ervan maken? I don't know. Ik zou sowieso van de diamonds armor en gear maken. Van iron zou ik een beveiligde muur maken om mijn basis heen. En van het goud zou ik een troon maken. Mohaha, het ziet er awesome uit. Oké, wat zit er in de... Potions of Leaping, heel veel golden nuggets, eten met wat tools en een boek. Dus jij gaat de challenge aan met mij. Je weet vast wel hoe je een schep moet craften. Een chest, hooguit een vissenhengel. Ik weet ook hoe je een bucket moet maken. Maar dat is misschien niet zulke belangrijke informatie op dit moment. Ik word uitgedaagd jongens, ik moet serieus blijven. Maar de Rainbow Pickaxe... Nonsens! Dat lukt jou nooit. Om het je wat gemakkelijker te maken, staat het recept voor dit pareltje al klaar. Maar de ingrediënten? Naha, dat laat ik aan jou over. Ergens in mijn Rainbow Resort liggen alle ingrediënten verstopt. Succes met zoeken. En oh ja, die bedrock, die breekt zichzelf niet. Rainbow Steve. De bedrock, welke... Oh, wat zit erin? Ik moet het weten. Oh jongens, er ligt daar sowieso iets onder. Ik moet weten wat het is. Oké, weet je wat? Laten we er niet te lang omheen draaien. Er is dus in dit resort een samenstelling van ingrediënten verstopt. En dat gaat om deze speciale soorten gems. En om deze 2 rainbow sticks. Moet je nagaan. Sommige mensen noemen dit ook wel de 100.000 pickaxe. Omdat deze pickaxe namelijk 100.000 diamonds, $100.000 waard zou zijn. I don't know. Maar als je er echt bedrock mee kunt breken, dan zou dat amazing zijn. Wij gaan op zoek, jongens. Ik denk... Oké, het is dus ergens verstopt in het resort. Dus dan ga ik ervan uit dat het sowieso ergens binnen moet liggen. Yes! Oh, nu al! Oh, jongens. We hebben de Rainbow Rod gekregen. Dit is dus een van de basisingrediënten voor de Rainbow Pickaxe. En yo. Normaal zou ik hier al super blij mee zijn. Ben ik ook op dit moment. Alleen wetende waar ik echt naar op zoek ben, is dit niets meer dan een welverdiend extraatje. Of nou ja, welverdiend. Ik heb er eigenlijk 10 seconden werk in gestoken om dit te vinden. Dus of het echt zo welverdiend is, dat weet ik niet. Maar dit is amazing. Wat doe jij daar, boot? Boot. Oh! Sapphire? Are you serious? Sapphire is een van de zeldzaamste edelmetalen in Minecraft. Het is eigenlijk gewoon iets wat heel erg vaak gebruikt wordt voor het maken van onderwatergear. Niet in het echt per se, I don't know, maar in Minecraft wel. En dit is ruby. En dat wordt weer gebruikt voor het maken van lava gear. Er gaat geen lava challenge aankomen, toch? Ik wil niet door de lava zwemmen. Oh, jongens. Oké, dus nu alleen nog maar de gems. Alleen nog maar de gems. Ligt hier niks onder? Even voor de zekerheid. Dat er niet toch iets verstopt zit in de kamer waar ik nu nog ben. Het ziet er naar uit van niet, jongens. Oké, we gaan naar de volgende verdieping. We hebben hier een kist met zeldzame items. Hier een kist met potions. Ik denk dat iemand een slurpje heeft genomen. Goede potions. Oeh. Ik weet niet of ik ze mee mag nemen, want ze zijn niet van mij. De wol is ook op. Dit is ook voor potions. Eten. En random items is... Nog 2 te gaan. Nog 2 te gaan. Let's get it, man. Oké, wacht. We gaan wel even verder kijken. Want voor hetzelfde geld is dit juist de furnaces. Sowieso dat er in de furnaces... Oké, laat maar. Ik had eigenlijk gedacht dat er daar misschien ook nog eentje in verstopt zou zitten. In de voorgaande kamer vonden we namelijk 2 ingrediënten in dezelfde kamer. Dus het zou kunnen dat dat hier ook zo... Niet doorvertellen aan Rainbow Steve. Misschien wordt hij wel boos op mij. Oké, wat is dit? Oh, jongens. Yo, wat is dat? Hij heeft gewoon een glaspyramide. Dat is awesome. Het is een piramide van glas. Wat wil je nog meer? Dit is de trofeeënkamer. Oeh, dat is interessant. Oké, wat is dit? Dit is amber. Dat is een speciaal soort metaal. Of een soort van diamant. I don't know wat het is. Topaz. Dit is... Amethyst. Ik kan de namen echt niet uitspreken. Emerald en diamond. Dit hier is Unopia... Oh, jongens! Jongens! Yes! Oh, jongens, nog maar 1. De allerlaatste. We hoeven er nog maar 1 te vinden. Maar waar is die? Oh, jongens. I found it. De parkour challenge room. Level 1. De vloer is lava. Ik had niet verwacht dat Rainbow Steve zo'n grote parkourfanaat is. Of tenminste, dat weten we niet. Het zou ook best kunnen. Dat hij dit hier alleen heeft neergezet voor de mensen die zijn map spelen. We gaan erachter komen. Let's go, guys. De vloer is... lava. Oh, nee. Wat zit hierin? Oh, een splash potion met fire resistance. Oké, laten we die sowieso voor het geval dat eventjes nemen. Oké, we got this. We got this. Oh. Yes! We hebben hem niet eens nodig gehad. Oh, dat is awesome. Oké, wat zit hier? Jongens. Ik heb zojuist het allerlaatste ingrediënt gevonden voor het maken van de Rainbow Steve Regenboog Pickaxe. Let's get it! Oké, ik moet nu echt ASAP gewoon terug naar de plek waar ik die ingrediënten zag staan. En dat is als het goed is daar zo. Oh jongens, ik ben echt super excited. Tot nu toe kan ik alles wel geloven. Voor wat betreft deze pickaxe. Ik kan me best voorstellen dat die overpowered is. Maar ik geloof echt niet dat je ermee door Bedrock kunt minen. Dat is tegen alle Minecraft natuurwetten in. Dat is onmogelijk, oké. Daar gaan we, guys. Oké. 1 rainbow stick. 2 rainbow sticks. 3 regenboog gems. We got it! No way. Oh, jongens. Oké, luister. We pakken hem erbij. Hoe ziet hij eruit? Dat wil ik eerst weten. Hij is zo mooi. Gewoon literally. Je ziet hem veranderen van kleur terwijl je hem vasthoudt. Dit is zo awesome. Maar goed, er stond in het boek wat Rainbow Steve voor ons heeft geschreven vermeld dat we hiermee door de Bedrock zouden kunnen. Maar laten we eerst hiermee... Oh! Wow, jongens! Oké, dit gaat echt super snel. Ik dacht heel even dat mijn Minecraft zou crashen. Ik was al bang. Oh, wat? Ik minde op sommige momenten gewoon 2 blokjes tegelijkertijd. En nu bij de diamond. Oh jongens, dit is amazing. Maar we zijn op een echte missie. Diamonds, iron en gold minen. Dat kan je ook doen met een diamond pickaxe. Dus dat is nice met de snelheid die we net hebben ervaren. Maar het kan beter. En dat is dus de Bedrock. 3, 2, 1, minen! Lukt het? Ja! Ja! Ik zie letterlijk een barst ontstaan. Ik maak geen grap. Ik zie letterlijk een barst ontstaan in Bedrock. Niet waar. 3. 2. 1. Oké, luister guys. Om mee te beginnen. Het is niet alleen zo dat wij Bedrock weghakken. Maar we hakken ook gewoon 2 blokjes tegelijkertijd. Ik weet niet of jullie het zien, maar wanneer ik deze Master Pickaxe, deze Rainbow Pro Pickaxe ergens ophoud, dan zie je gewoon dat hij meerdere blokjes tegelijkertijd selecteert. Go! Guys, zijn we er klaar voor? De beloning die wij hebben gekregen, die wij gaan krijgen van Rainbow Steve, omdat wij zijn pickaxe hebben gecraft. 3, 2, 1! Oh. Super veel diamonds. Al is dat wederom een bonus. Nu we weten dat we zelfs een rainbow pickaxe hebben. Met allemaal ruby swords. Sapphire swords. Een speciale ruby orb. Een speciale sapphire orb. Die zorgen er dus voor dat wij een bepaald soort episch effect krijgen voor 15 seconden lang. Maar wanneer je het gebruikt, moet je wel daarna 90 seconden wachten, staat er. Dus je kunt het niet spammen. Oh, jongens. En we hebben Spectrite Power Potions gekregen. Dus dit zijn potions die ons eigenlijk dezelfde kracht geven als Rainbow Steve. Voor 1,5 minuut lang. Oh, dit is amazing. Oké, wacht. Dit moet ik eventjes uittesten. Gaan wij deze kunnen inmaken? Time set night. Oké, dan gaan we nu deze kant op. En dan gaan we ze proberen in te maken met de pickaxe. Terwijl wij die orbs hebben geselecteerd. Oké, daar gaan we, guys. Daar gaan we. Wow! Oh, jongens. Dit is zo OP. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Willen jullie nou dat ik meer challenges van Rainbow Steve ga proberen te halen? Want dat kan. Dan kan je deze video belonen met een like. En abonneren op mijn YouTube kanaal. Er is namelijk zelfs een Rainbow Steve achtbaan. Die ons naar die end gaat brengen. Dan kunnen we proberen om de Ender Dragon in te maken met de krachten van Rainbow Steve. Bedankt voor het kijken. En ik zeg adios.